Snelle boten, natte voeten en zwemvesten. Dat waren de ingrediënten voor een teambuildingsdag van de selectie en staf van FC Groningen. 'S Ochtends vroeg verzamelde iedereen zich in de Eemshaven en stapte niets vermoedend in een aantal snelle boten. Zwemvesten aan en gaan. Midden op de Waddenzee kregen de spelers de eerste opdracht. Vind met behulp van een kompas en kaart zelf de weg naar het eiland Borkum. Vlak voor de kust van Borkum werden ze het water ingestuurd en moesten ze al wat lopend het eiland bereiken. Succes! Rolf Maaskant, dit was jouw idee? Ja, dat is mijn idee, ja. Ik vind het gewoon belangrijk dat we met de groep dingen doen. En dat is belangrijk, zeker in de eerste weken, na het afgelopen half jaar, allemaal een beetje tegengezeten. En die groep bij elkaar brengen is leuk, dus dan is dit een mooie activiteit. Je hebt je naam wel mee? Zo, zeker. Lekker veel C hier, hoor. En ik heb mijn naam zeker mee, ja. Wat vond je ervan? Ja, het is wel leuk. Even wennen weer. En het water was ook best wel zwaar, maar het is wel gezellig hier. En je hebt zelf ook meegelopen? Ja. Ja, een beetje sturen toch en een beetje aanmoedigen. Dus kijk, het ziet er goed uit. Ja, nee, maar ik vind als je met een groep iets doet, moet je ook meedoen. Op het droge stapten de spelers op de fiets voor een puzzeltocht met vragen over FC Groningen. Wat is de vraag? Wanneer werd FC Groningen opgericht? En weet je het? Ja, dat weten we allemaal. Nee, het logo was 40 jaar bestaan. Dat is vorig jaar. Welk ding is dat? Dat is 71. Ja, maar welke... Vraag 1, vraag 1b. Hoe heet het clublied van FC Groningen? Hoe heet het clublied van FC Groningen? Laat ons weer eens juichen. En nu ga je zelf ook op de fiets? Ja. De fiets, anders kom ik ergens. Dus jullie houden me ook enorm op. Dus ik zal tempo moeten gaan maken. Succes. Dankjewel. You like riding a bicycle? Yes, I like. I have one bike in my home. And then I ride the most of the time. I go away, enjoying the weather also, the sun. And it's good. Voor het laatste onderdeel werden de fietsen ingeruild voor hardloopschoenen. Een beetje door het lopen, want zo win je nooit. Nee, zo win je nooit. Nee. Als je zo hard in de wedstrijd loopt, dan komt het niet goed. Nee. Dus er moet nog wel wat gebeuren. Oh ja, dat zeker. Maar nee, dit dagje was wel leuk. En rennen jongens, kom op. Nou, is het meegevallen of tegengevallen? Nou, het meegevallen. Het was onderdelen zwaar. Maar ik kreeg nog een keer een lekker band. Maar we zijn uiteindelijk prima bij elkaar teruggekomen. Dus. Are you looking forward to the new season? Yes, of course. I am looking forward. I hope the new season gonna be better, I think. And then we gonna try to do the best. And the group is okay. We are training with a good formatie. We are training good and really hard for this competition. Ik ben bezig om topfit te worden voor de eerste wedstrijd. En hoe het er nu naar uitziet, gaat het hartstikke goed. En op welke plaats eindigt de FC Groningen in het seizoen 2011-2012? Dat is vorig seizoen, hè? Ik heb geen idee. 14e? En dit seizoen? Veel hoger.